Jeroen Burghout, jij bent trainer van de Heracles Gold Stars. En dit is al het tweede achtereenvolgende jaar dat jullie dit toernooi, dit walking voetbaltoernooi, organiseren. Zijn jullie niet zo goed of is er zo weinig belangstelling van andere verenigingen om dit te organiseren? Ja, het is natuurlijk een uniek evenement omdat het een internationaal toernooi is. Ja, het is altijd leuk om tegen Duitsers, Belgen of Engelsen te spelen, want je ziet toch een andere voetbalcultuur. Zowel vroeger, toen we nog jong waren, of zij nog jong waren, maar ook nu nog. Hè, de Engelsen spelen toch wat fysieker, de Duitsers toch wat tactischer. Nou, en dat zie je ook weer terug bij walking voetbal. Nou, dat is denk ik alleen maar leuk om als deelnemer dat te ervaren. Ja, want een Almelo City Cup is natuurlijk een meerdaags evenement. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet in één dag. Dat vergt gewoon een jaar organisatie. Nou, als je kijkt hoeveel deelnemers van de Gold Stars Heracles betrokken zijn bij dit evenement. Ja, dat is onwijs veel. En leuk om te zien of het nou een loterij is of logistiek met vervoer of scheidsrechter hier zijn. Nou, iedereen draagt zijn steentje bij. Maar wij zijn ook een team die buiten het voetbal om ook nog en buiten het toernooi om ook heel veel doet. Kleine evenementen, veel ook aanwezig zijn op toernooien. Maar wij hebben ook een sociaal karakter. De Gold Stars zijn ook ambassadeur om het walking voetbal in deze regio te promoten. En dat doen ze hartstikke goed. Natuurlijk is er ook een sociaal karakter. Vanochtend hebben wij ook Almelo geprobeerd te promoten. We zijn naar het stadhuis geweest. Daar heeft de lokale burgemeester een woordje gedaan. Hebben wij de teamfoto's gemaakt, teampresentatie gedaan. Maar we zijn ook de binnenstad ingegaan. En om zodoende de deelnemers kennis te laten maken met Almelo zelf. En de verschillende horecamogelijkheden. Hoe schat je de kansen van je eigen team in? Nou moet ik even oppassen wat ik zeg. Want ik ben hartstikke tevreden met mijn teams. Alleen als we kijken internationaal hebben de Nederlandse teams het zwaar. We hebben meer een gezellige groep. We hebben wel wat voetbal know-how. Hè? Oude profspelers zoals Guus Hoevenberg en Arend Steunenberg. Ik moet wel eerlijk zijn, die worden ook wel een tikkeltje ouder. Dus ja, ik denk niet dat wij voor de top 4 gaan spelen. Ja, natuurlijk. Op zich is dat evenement grandioos. Je roept toch bij een leeftijdsgroep een activiteit op die grandioos is. En de manier waarop de mensen van ons dit allemaal op poot hebben gezet, is gewoon genieten. Tweede achtereenvolgende jaar dat jullie dit morgen organiseren. Ja, dat zegt wel wat van de organisatie. Het wordt ook serieus genomen door alle andere ploegen, want je ziet het. Er zijn genoeg ploegen die hier graag het toernooi mee willen doen. 32 ploegen die hier aan deelnemen, waaraan een aantal uit het buitenland. Hoe schat je je eigen kansen nu? 0,0. Ja, maar als ik mijn tijd nog van mijn vader neem, toen die man tussen de 70 en de 80 jaar was, zat hij op een Solexje en had hij benauwd. Hij kon haast niet meer vooruit komen. En als je ziet hoe gezond, voor zover je gezond kunt zijn, hè, de lichtingsgroep is, dan zijn de tijden aan het veranderen. En dan zie je ook dat er heel veel activiteiten plaatsvinden. En dat we toch nog meer kunnen tussen de 60 en, of tussen de 70 en 80, dan dat we dachten.